Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk Deleu. Wil je beginnen werken met trekpaarden, dan adviseert Senne Verheijen je even langs te gaan bij een trekpaardenvereniging of een club. Je kan er kijken en vragen stellen. In een club leer je van elkaar, culturen, ploegen of boomslepen en maakt mag samen meerdaagse tochten met de paarden. Gewoon rijden met de trekpaarden is voor de 17-jarige Senne het leukste wat er is. Goedemiddag, ik ben Senne Verrijen. Ik ben vandaag aan het culteren met drie trekpaarden. Ik ben op mijn vijf jaar begonnen leren rijden met twee ezels. En dan op mijn zes jaar ben ik in deze club gegaan, het Trekpaard. En dan ben ik met een witte pony begonnen. En om de, ja, met één trekpaard, en nu rij ik er met drie rond. Ik ben zelf uh, met paarden begonnen, omdat Elkenshulz in de familie paarden had. En dan ben ik er zo mee ingerold, mee gereden, dan zelf is gereden. En ja, nu rijd ik altijd mee. Dat krijgen ze mij niet meer weg. Ja, wie ook wil uh, beginnen met trekpaden, dan met rijden, ploegen, culturen en zo, die moeten eerst al een trekpaard ter beschikking hebben. Uh, Daarna kunnen je gerust komen naar onze club en dan kunnen we meer activiteiten, rijden, ploegen, culteren. Alles doen we. bomen slepen. Je, je doet samen activiteiten, dat is wel altijd leuk. Als er iets niet lukt, ja, er zijn hier genoeg mensen om je te helpen, zo was dat bij mij toch. Ik heb alles geleerd van mijn, van mijn onkel, onkel Jos, maar ja, als er iets niet lukt en hij was er bijvoorbeeld niet in de buurt, ja, dan komt er wel iemand anders helpen. Met drie span rijden, ja, als je dat wat je gedaan hebt, is, dan is het nu niet meer zo moeilijk. Maar je moet eerst drie goede paden hebben. Of toch zeker de middelste. Dat is bij ons altijd de belangrijkste. Uh, ja, drie span rijden. dat is eigenlijk hetzelfde als met twee of met, met vier. Je kunt er altijd bij aanzetten. Het meeste wat ik heb gedaan is vier span. dat is eigenlijk hetzelfde als drie span. Dat komt allemaal goed. De middelste. Ja, in in dit geval is de middelste, ja, als die draait, alles volgt, want alles hangt erbij aan. Dus ja, de middelste is meestal de braafste. Je moet ze altijd alle drie wel besturen, hè, want anders loopt het ook wel mis. Maar uh, de, ja, je moet zorgen dat je ze elk alle drie aan kunt. Ze dus moeten altijd gelijk lopen en uh, in de bochten moet je zorgen dat alles volgt. En dat je niet te scherp draait, want dan denk aan de ploeg wel eens omdraaien of de culter. Je moet zeker uh, genoeg tijd in je paarden steken. Het is zeker de moeite waard, vind ik. Ik ben zelf ook uh, zoveel mogelijk bezig met de paden. Al met, meestal als ik verlof heb, dan ga ik een week met paard rijden. En dan uh, gaan we ook nog altijd op drie dagen met de club. Ook altijd is heel leuk om drie dagen rond te rijden met je paden. Als je begint met trekpaden, kun je het best altijd. ...ja, een geleerd paard hebben. Of je moet al wel iets van kind om hem zelf te leren. Als je er wel van kind, dan kun je hem zelf leren. Of iemand kent, dan kunnen ze samen leren. En ja, dan komt dat... ...ook wel goed, denk ik. De mensen die dat, dat geïnteresseerd zijn, kunnen altijd eens komen kijken. Uh, altijd komen vragen stellen aan ons. Dat is, dat is geen enkel probleem. Daar zullen wij wel allemaal op antwoorden. Uh, ja. de is gewoon... Het leukste wat dat er is eigenlijk. Je moet aan niks denken. Baten aan je paden. Je bent niet met werk bezig. Je bent niet met dit en dat. Je bent alleen maar met de paden bezig en dat vind ik het leukste eraan. Ik ben ook het liefst baten. Als je mij een week binnen zit, dan word ik helemaal zot. Dat moet ik echt niet doen. Dus ik ben altijd baten. Ook in de regen, dan durf ik ook wel naar buiten te gaan. Allemaal geen probleem. Baten zijn en op de akker, dat is, dat is het leukste eigenlijk. Op het veld te rijden met paarden, en uh, is het met de AFK rijden, is het met de koets. Alles doen met paard is het leukste.